Hallo. Nog wel eens een mop. Ik ben echt van, oh, ik moet nu leuk doen. Wat perfect. De fiets wacht ik gewoon tot iedereen mij heeft ingehaald. Ja, ja, is de kust veilig? Ja. Oké, okay, hi. Ja. Ben je nog aan het opnemen? Ja. Echt zo'n drugstasje. Ik denk, zo wil je hebben? Goedemorgen allemaal. Het is maandagochtend en ik ben hier met Roos Marije. Hey. We zijn naar de Noordermarkt. Tenminste, we zitten nog een koffietje te doen en dan gaan we zo de Noordermarkt over. We zouden het eigenlijk vorige week doen, maar toen lag er een pak sneeuw en ik durf niet door de sneeuw te rijden. Maar dan heb ik natuurlijk wel even een vraagje voor jou. Oh, oh nee. Oh, daar heb ik helemaal niet op voorbereid. Jullie weten dat ik gek ben op vintage. Nou, dit is echt de vintage lover en ze is heel creatief. Je moet ook echt even haar vlogs kijken. Dat kussen ook. Ja, die is gaaf, of niet? Dit is een vriendin, Marijn, ik weet dat je kijkt, die appte mij echt van... Dit is echt niet normaal. Oh, dit is waar die lap was. Want je denkt dan, je ziet die lap en denkt, ja, die is heel mooi. Wat gaat dit worden? Maar uiteindelijk met die franjes aan. Ja, die franjes, maar dat was moeilijk. Want wat complementeert nou dat afgesleten zilver, ja, en ja, helemaal volwassen. Soort, en dat het er wel zo, niet, ja, alsof je hem zo even met de hand in de nee, het moest rijker worden, maar uit, ook weer niet afleiden. Ik vond het heel pittig om te kiezen welke bies of piping er dan, ja, langs moet. En dat hoekje is leuk. Ja, kom een keer bij mij kijken. Ja, dan kan je ze even van dichtbij bekijken, want dat kussen is ook echt. Maar ja, ik heb ook nog wel dingen die niet leuk zijn in mijn huis. Hè. Ik ben nog steeds bezig. Maar, een vintage vraag. Oh. Waar let jij op als je vintage gaat shoppen? Nou, dat is leuk dat je het vraagt, want jij zei net al van, Roos, jij koopt dingen die nog vermaakt moeten worden. Maar dat, ja, komt omdat het mijn werk was. Ik ging dus voor de merken waar ik heb gewerkt altijd aan het begin van het seizoen vintage shoppen. En dan maakt het dus niet uit of een mouw veel te kort is, of de kleur verkeerd is, of die beschadigd is, of gaat er. Daar kun jij doorheen kijken. Nou ja, je pakt als het ware gewoon iets van een kledingstuk. Dus ja, of de pasvorm, of de kleur, of een detail, of een bepaalde zak. Dus je hoeft niet alles aan dat ding mooi te vinden om hem wel in te kunnen zetten. Manier van denken, man. Ja, dus zo ben ik gaan nadenken. En maar nu is het dus veel moeilijker, want ik wil het zelf aan. Dus dan, ja, moet het wel 9 van de 10 boxen stikken. Ja, ja. En de 10e moet ik dan zelf kunnen vermaken. Ja. Want anders koop of ik het niet. Of een knoop zit eraf, of ja, er zit een gaatje in, of er zit, ja, je wil iets qua letters. Ja. En heb jij een favoriet vintage item? Zeg maar, dat is echt het beste item, ja, 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 niet zoals jij, want jij hebt echt van die design klassiekers en design items die dan gewoon 100.000 jaar nog gaaf zouden zijn. Mijn, wat ik koop is toch fashionable, weet je, dat is toch echt van nu. Ja. Dus ik heb niet zo'n, bijvoorbeeld die lap van de Taj Mahal, dat was een van mijn beste items ever. Omdat, ja, ik dat zo mooi vind en de komende 100 jaar nog steeds mooi vind, maar voor de rest zijn het gewoon een paar. Ja, maar dat is wel jammer, ik heb nu niks vintage aan. Terwijl nee, meestal in outfit wel één ding heb wat vintage. Maar dat vind ik ook leuk. Die hond vintage. De ene keer heb ik alles nieuw en de andere keer doe ik of een vintage trui met iets nieuws. Ik ben nooit helemaal vintage. Nee, ik ook niet. Nee, want die pasvormen zijn toch altijd een beetje... Heel, ja, goeie. Dus dan moet je het... Er moet iets moderns bij. Ja, ja, precies. Dus en is Noordermarkt wel een van je favoriete markten? Ja. Ja? Ja, omdat het heel behapbaar is. Dus hè, je kan het makkelijk in 1,5 uur doen. Ja. Ik dan, maar ja, ik ben best wel snel, ja, ik ook. Kraan. Ja, jij ook? Nou, ik dacht dat jij juist helemaal. Nou, met Gijske wel altijd helemaal tot de bodem van die berg. En dan, misschien ligt daar nog wat. En vaak ligt daar ook iets. Ja, dus ja, bij haar ga ik altijd mee in haar tempo. Dan heb ik zoiets, nou ja, wie weet niet wat het oplevert. Terwijl met andere mensen, ik pas wel aan jou aan, hoe snel jij wil gaan. Nou, ik ben wel heel erg scannen. Wil je dat ik juist... Ik wil wel een beetje zien hoe jij dat doet. Ja. Nou, mijn Escalia's is gewoon vindt en die Valentino trui. Die trui, maar je hebt die al nooit aangehad. Ja, raad eens wat ik daarvoor betaal. Ja, dan weet ik het, dat doe ik 5 euro of zo. Nee, 20. Nou, dat is dan weer duur. Nee, dat is een hele goede prijs. Echt, hè? Dat maakt de Noordermarkt ook wel een van de leukste markten. Ook omdat de prijs gewoon goed is. Ja. De vintage winkels inmiddels. Nee, in Amsterdam is het te duur. Ik vind het te duur. En ik heb ook het gevoel dat de kerstjes al van de taart op zijn. Ja. Maar goed, wij gaan zo de markt over. Ik wij heb moeten hem eigenlijk opschieten. Al. Het duurt alweer veel, ja, te lang. Het is dan weer veel te lang. Dat zo. Ik ga het zwaaien. Ja. Dat vind ik dan weer iets te netjes. Maar jij denkt dus ook dat Lacoste helemaal weer... Lacoste is de bal.
Ja, die maar kleur is eigenlijk heel zeggen mooi. Wij niks nieuws, want alle ethische sportmerken zijn gigantisch. Ja. Dus was maar je ziet nu Reebok, Champion. Ja. Ja. Ja, maar dit nog niet echt. Aussie komt ook nog. Ja? Denk je echt weer? Ja, we gaan dan. Echt, moet je nu gewoon investeren hierin. Ja, ja, die kleur is fantastisch. Maar staat dit mij wel? Ja. Ik heb het maakt heel wel, zacht. Ik ben best wel wit momenteel. Dat zeg ik ongeveer. Nou, dat vind ik echt niet. We hebben een soort vlog-inception. Zie je, dit is best wel technisch. Ik heb hier ook geprobeerd. Na het dacht ik, nee, ik laat het wel los. Want je kan dit niet plannen. Maar je paar kleuren komt dan niet ja, in het model. Dit is heftig. Mm. Oh. Oh, dat had jij niet gezien, hè? Wat is dat? Ja, een of andere club, denk ik. Oh, okay, ik vind dit waanzinnig mooi. Ja. Ik denk niet dat dit model iets voor mij is. Ik, vind het, ik denk dat het strak zit. Ja. Wel cool. Ja, je houdt wel een beetje kleur. Van ja, die... Ik hou heel erg van fluootjes. Ja. Hoe heet het ook weer? Ja. Rebi zegt... Calucci. Kale Calucci. Ja. We zeggen het helemaal verkeerd, meneer. Hetzelfde periode als Aussie, hè? Ja, ja. Dus. Dat komt ook weer. Maar die zijn nog best wel duur volgens mij in Italië. Die waren toen onbetaald. Volgens mij 500 gulden. Niet normaal. Ja. Ja. Maar net niet meegedaan. Dus daarom ben ik er nu waarschijnlijk ook nog zo gebrand op. Dit vind ik er zo mooi in. Oh, leuk die print. Een kleuren combo, ja. En dan zo'n dessert erbij. Heel leuk. Maar ik heb het gevoel dat jij dit soort jas al hebt. Of dit niet? Zou ik zo al kunnen hebben, maar zo'n... Anorak heb ik nooit gekocht, want het is gewoon echt niet erg. Het is niet prettig om aan te hebben. Dit? Nee, dus je moet het over je hoofd. Ja. Ja. Dan gaan je oorbellen. Ja. Nice. Echt heel cool, hè? Ja. Wat ik dus ook heel gaaf vind, is dan zo'n hele grote oorbel met al die kleintjes. De combinatie. Ja, dit. Ja. Ja. Ik ben echt een oorbellenfriek ook. Ja. Ontstokken, jaren 80. Ja, ja, dus deadstock, toch? Ja. Ja, ik zie het. Ze zijn allemaal ongedragen. Die borstjes vind ik ook leuk. Bijna allemaal, ja. Ja, ja, welke vind jij leuk? Ik het zo'n mooi design vind, maar dan weet ik niet waar je het... Ja, op een jasje of zo. Ja, het is natuurlijk... ja, ik zat daar laatst ook mee van, ja, waar doe je dat nou ja, op? Ja, ook van die vestjes. Die hebben geen knopen en zo, hè. Mooi. Ja, als je geen knopen... Geen... Vind je dit wat voor jou? Ja, dit is wel wat voor mij, ja. Die oh, zijn wel nice. Die zijn wel anders. Nou, ik kan dus niet tussen die stapels. Rosemarijn die gaat los. Die kan dat wel. Ja, ik ben niet echt als een vis in het water. Zit mijn haar nog oké? Ja, mijn is echt... het lijkt gewoon of ik geen haar. Vochtig volgens mij, want het zakt af. Ja, maar dus hey, ik word hier. Ja, hier ga ik wel even in kijken. Dit durf ik aan. Ik zag het, ik wist dat ze... Nou, Alice heeft een Hermes blazertje te pakken. Waanzinnige look. Ja, nou, het is bizar hoe hij op je schouder zit. Dat is zo goed. Ja, hier zit de shoulder pad. Ja, maar hij is, kijk even, hij is heel mooi qua pasvorm. En de lengte is mooi. En de prijs is misschien ook mooi. De prijs is heel mooi. Ja, het leven is lachen en huilen. Mag ik die eens even vasthouden wat jij... Maar dat is een oude sjaal. Je moeder zegt dat die sjaal wil weggenomen. Nou, die is geregeld. Oh, oh, zo mooi. Ja, geen ongeluk. Dit is wel echt iets voor jou. Ja, zeker, hè? Deze vind ik leuk. Die knopen zijn ook waanzinnig, hè? Ja, deze is leuker dan qua printje. Zo ook jouw kleur. Het staat ook heel mooi. Ja, deze is top. Ja, echt een mooie lijst. Hoi, hoi, hallo. Ik zet het op zondag.
Rachel, wij zijn helemaal goed geslaagd. Ik was even kwijt waar ik wat ik wou zeggen. We hebben net dus ook de afsluiting op mijn camera gedaan. Ja, precies. Dus, het dubbel voelt werk. Een dubbele keer. Maar we zijn heel goed geslaagd. En kijk ook even op haar kanaal, Roosmarijn Koster. Ik ga er even linken, hier ergens in beeld. We moeten het haar even zien. Ja, even. Ik wil niet taal. We hebben dus heel veel gekocht. Ik heb deze hele tas ook nog vol. Ja, echt te gek. En we hebben echt hele verschillende dingen. Ja, ik heb voor onder de 50 euro echt heel veel goede dingen gekocht. Het waren goede prijzen. Goed afgedinkt af en toe. Ja. Jij. Ik moet zeggen, daar kan ik wel nog even wat van leren. Want ik probeerde het net, toen kreeg ik het niet. Hè? Er staan prijzen bij, hè, bij waar ik was. Dus dacht ik, dat is waar. Hij is altijd vast. Ja. En hij vindt die trui ook, die zijn al best wel laag geprijsd. Ja, dus vind ik dat ook. Dat was een goede score. Ja. Ja. Je ziet het in mijn video. Zeker, zeker kijken. Het was heel erg leuk, Alice. Ik ben echt blij. We moeten dit zeker vaker doen. Het is maar een paar uurtjes op maandag. En dan hebben we meteen weer... Gewoon de ochtend en nog de hele dag verder. Ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vonden. Van deze match samen. En ik ga straks alles laten zien. En de week weer beginnen. Ja. Ik heb ook honger, voel ik nu ineens. Ik moet het trillen. Ik heb nu opeens... Ik had wel wat vergeten al. Maar we zijn alweer uren verder natuurlijk. Ja. Nou, oké. Bye bye. Thuis van het vintage shoppen en ik ga jullie gelijk mijn aankoopjes laten zien. Ik ga het even uitpakken. Allereerst een echte home item. Deze schaal. En ik vond hem heel mooi door die pootjes. En de binnenkant is messing en het is lekker verweerd. Ik vond het wel heel erg verweerd, maar ik vind het ook wel weer echt een heel cool effect hebben. En die mocht ik voor €1,50. En ik vind het leuk. Ja, ik ben echt... En mijn sucker voor schaaltjes en servies en alles. Dat weten jullie misschien ondertussen wel. Maar ik vind dit heel erg leuk met bijvoorbeeld voor je sleutels of voor sieraadjes. We'll see. Maar ik vond hem helemaal leuk en voor €1,50. Ik heb oorbellen gescoord. Kreeg je een leuk tasje mee. En dat zijn deze. Het zijn clips. Even kijken, scherp stel. Yes, het zijn deze geworden. En deze vond ik ook echt te cool. Zo. Ja, echt helemaal leuk. Ook voor de kerst. Niet per se omdat het kerstballetjes lijkt. Maar ik vind het wel echt een heel cool item om je outfit mee af te stylen. Ik zal hem zo ook even van dichtbij laten zien. Het is een jasje. En ik vond de knopen al helemaal te gek. Een kettingje vind ik ook mooi. En heeft hij gewoon allemaal wolkjes en sterretjes en maantjes. Ja, ik vind hem wel iets. Nou, misschien met los haar dat het dan iets minder breed maakt. Maar dit is hem. Mega blij mee. Gewoon leuk om altijd gewoon een paar items. Je hoeft niet veel geld uit te geven. En gewoon als je het een beetje leuk onderhandelt, dan heb je gewoon hele fijne dingetjes voor een goed prijsje. Hey guys, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag en ik ga deze vlog afsluiten. Dat heeft ook een reden. In verband met de feestdagen, met oud en nieuw, met mijn toekomstplannen en met een inkooptrip die gepland staat, wil ik dus even wat dagen in gaan lopen. Vandaar dat ik nu deze stop en dat ik dan wat dagen voor ga lopen. Want het viel me wel op dat ik dus nog echt vlog tot op de dag dat die online komt. En dat moet ik dan die dag ook nog elke keer editen. En dat is niet helemaal goed gepland van mij. Laten we het daarop houden. Dus ik sluit hem bij deze nu af. Wel heb ik iets heel leuks voordat ik ga stoppen. En moet ik af en toe even in het scherm kijken. Dus die zet ik weer even omhoog. Ik had jullie verteld dat er een winactie aankomt als ik mijn goal haal voor 2018. En dat is 1000 abonnees waar ik mee wil beginnen in het nieuwe jaar. Waarvoor ik jullie hulp heb gevraagd. Waarvoor jullie, velen van jullie ontzettend veel hebben gedeeld via Insta-stories. Waarvoor dank, vind ik echt mega lief. Ik bedoel, het is jouw Insta-story en dat je toch iets voor mij doet, vind ik echt, vind ik gewoon echt te lief. Ik had het steeds over nog een prijs en ik zei steeds van die hou ik lekker verrassing. Maar eigenlijk vind ik hem veel te leuk om die te delen. En dat is namelijk in samenwerking met Authentic Parfums. Ik ben daar geweest in een vorige vlog, die link ik hier nog wel even. In de pop-up store op Schiphol die geopend is. En daar heb ik mijn eigen parfum mogen uitkiezen.
En ik draag hem sindsdien. Ik vind hem echt oprecht heel erg lekker. En daarom dacht ik aan hun voor een winactie. Op 1 januari 2018, als ik dan 1000 abonnees heb, dan krijgt een van jullie na aanleiding van een winactie niet alleen een hele dikke goodiebag, maar je mag ook met mij samen bij Authentic op Schiphol je eigen parfum uitkiezen die het beste bij jou past. En geloof me, ze hebben 73 parfums, dus dat moet lukken. Ik heb zelf Rose en ik vind hem echt super fris. Dus dat wordt de winactie. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik. Die alsnog mijn vlog gaan delen. Want we zitten heel erg in de buurt. Maar ja, het zou zonde zijn als het net op 1 of 2 abonnees zou stuk lopen. Dus laten we over die 1000 gaan. Of is dat te ambitieus? Nou, ik zou al heel erg, zoals gezegd, ik zou echt al mega, mega blij zijn met 1000. Hier moet ik heel even toch op inhaken, want een hele leuke aftiteling van een vlog. Maar ik heb de 1000 gehaald. Yay! Echt ontzettend bedankt voor het delen, voor het abonneren, mega steunen van deze goal voor het nieuwe jaar. Dus, zoals gezegd, de goodiebag gaat eruit. De Authentic perfume, die ga je lekker met mij samen uitzoeken. Eén van jullie. En ik ga in de volgende vlog aankondigen hoe de winactie eruit gaat zien. Hij gaat vanaf het nieuwe jaar in, dus nog niet nu. Maar hij komt eraan. Mwah, mwah. Mega bedankt voor al jullie steun. Thanks! Ik zie je graag maandag weer in een nieuwe vlog. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Hele fijne kerstdagen alvast. Maandag met eerste kerstdag komt er wel eentje live. Hele fijne kerst gewenst. Hele dikke kus. En tot snel. Doei doei!